Vrijdagavond is er heel wat volk afgezakt naar de Citadel van Namen voor de start van de Rally van Wallonië. Op en rond de Citadel is er een rit van 3,5 kilometer uitgetekend die 2 keer wordt gereden. Chris Prinsen, de winnaar van de Haspengouw Rally en de leider in de tussenstand van het Belgisch kampioenschap, rijdt 2 keer de 3e tijd. Freddy Loix, winnaar van de Spa Rally en de Tak Rally, rijdt 2 keer de 2e tijd en staat dus logischerwijze op de 2e plaats. En dit is de leider, het is de Citroën van Pieter Tjoen, maar die zit voor de gelegenheid niet achter het stuur. Hij is co-rijder van Stefan Lefevre, een getalenteerde Fransman die uitstekend aan de wedstrijd begint met 2 snelste tijden. Lefevre is uiteraard de eerste leider. Zaterdagochtend begint de rally pas echt. De 2e wedstrijddag wordt druk voor de rijders die maar liefst 15 klassementsritten moeten afwerken. Goed voor 140 kilometer rijden tegen de tijd. De tijdverschillen op vrijdag waren bijzonder klein en dat is ook het geval tijdens de eerste rit op zaterdag. Chris Prins rijdt de snelste tijd. 50 rechts 12, voor 60 links 16, links 17. 80. Rechts 0, rem tot 50, links 28. Ja. 150, rechts 18, direct links 12 op full sec. Titelconcurrent Freddy Loix weet het gaspedaal ook staan in deze rit. Hij is amper 1/4 trager dan Chris Prinsen. Rechts 100, zeer lang, sluit 90, diep kopieren. Om de rechterlinks 80. Om 75, rechts af voor top. 100, top, direct links 60, open 70 breed. 150, links 152 af vol. En wat gezegd van Lefevre, hij is slechts 17e trager dan ritwinnaar Chris Prinsen. 3 rijders binnen de seconde, het belooft een spannende wedstrijd te worden. Tijdens de 2e rit van de dag rijdt Freddy Loix buiten beeld. Hij weet de schade nog te beperken en verliest slechts 15 seconden. Chris Prinsen rijdt 2 snelste tijden en pakt na afloop van de 6e rit de leiding over van Lefevre. Het verschil tussen beiden is amper 2 seconden. Lefevre is vooral actief in het wereldkampioenschap. Tjoen kon hem strikken om deze wedstrijd te rijden. De 8-voudig kampioen van België is toe aan een nieuwe uitdaging. Vandaar dat Tjoen nu co-rijder is. Ik heb vorig jaar al een paar keer met de gedachte geworsteld. En omdat ik eigenlijk vind van mezelf dat ik mentaal het niet meer kan opbrengen om die strijd aan te gaan met de jongens en ik word misschien een beetje van leeftijd en na Spaart, na de sortie heb ik eigenlijk voor mezelf een beetje uitgemaakt van ik wil eigenlijk wel winnen, ik wil vechten en ik vond van mezelf dat ik daar niet meer in staat toe was, dus hebben we geopteerd om een jonge leeuw erin te zetten. Is dat definitief? Ga je nooit meer rijden dan? Nee, ik ga zeker nog rijden, maar oké, ik wil nog rijden voor het plezier, maar als ik zie hoe agressief en hoe kwaad ze met zo'n auto omgaan en hoe weinig respectvol ze met die dingen rijden. Maar dat is blijkbaar de manier waarop je het moet doen. Ik denk dat ik nog te veel 15 jaar WRC, dat ik dat te weinig achter mij kan laten. Dus ja, ik vond het wel een goed idee om eens een jong talent een kans te geven. En tot dusver gaat het heel goed. Na 7 klassementsritten staat Michiel Beks op de 12e plaats. Op de 10e plaats, goed voor een 2e tijd. En toch opnieuw met de nodige problemen, Patrick Snijers. Gisteren de 2e keer op de Citadel en vandaag nu de laatste 2 proeven hebben we een probleem met de motor die niet zijn volle kracht geeft. Zo precies dat hij op 5 cilinders draait. Waarschijnlijk een slecht contactje of ik weet het niet. Dus we hebben nu even tijd om dat te zoeken. We hebben er wel wat tijd mee verloren, maar buiten dat gaat het goed. Ik wacht me op glad ijs. Hoe is het met de versnellingsbak? Heel goed, heel goed. Nee, we hebben na al die problemen hebben we nu uiteindelijk een splinternieuwe bak. En op dat gebied, ik heb het zelf allemaal in orde gebracht. Dus is het perfect. 1 plaats hoger op 9 dus rijdt een andere Porsche, die van Timothy van Parijs. Na zijn lekkenband wil Freddy Loix zo snel als mogelijk de verloren tijd goedmaken. Loix is iets wat overmoedig en gaat in de fout. Borduur onverhard. En 100, lange top of vol. Oh shit. Sorry. Bestand op de weg. Ja, maar hij is kapot. Het was een serieuze smak, maar Loix en Johan Gitsels kunnen verder rijden. Pas op dat hij vast zit nu. Het duo verliest een halve minuut en zakt naar de 7e plaats.
En de stand volgen ze op 44 seconden van de leider. Kom, doe maar. 100, lange top. We hebben wel een warm moment gehad. Het is een voormiddag een lekke band. Nadien een klein beetje proberen terug te nemen. En nu op de laatste proef op stuks kom verhard. Van achter op de buté. De graag in, de lug in. Oké, goed. We komen er al bij al nog goed vanaf. Je staat zevende nu. Hoe ga je het nu aanpakken de volgende ritten? Tja, goede vraag. Ik denk dat we zo moeten blijven doorrijden, maar dan wel een beetje voorzichtiger zijn op de gevaarlijke punten. Dankjewel. Loïc moet aan de bak. De tijdverschillen zijn niet zo groot. De concurrentie is dat wel. Vincent Verschuren is voorlopig zesde. Hij volgt op 27 seconden van de leider. Met Stefan Prévost heeft hij een ervaren koorrijder aan zijn zijde. Hoe kom je bij hem terecht? Oh ja, Veronique kon niet meer rijden dit weekend. Ik heb al in het verleden al een keer met Stefan gereden. Ik ben zeer tevreden over hem. Hij is ook professioneel, dus ik ben zeer tevreden. In de takrally was Cédric Chérin afwezig omdat hij niet genoeg budget had. En dus moet hij zijn wedstrijden kiezen. In name is hij wel van de partij, voorlopig is hij vierde. Op 3 vinden we de Skoda van Allard terug. Op 2 deze Citroën van Stefan Lefevre, bijgestaan door Pieter Tjoen. En helemaal bovenaan vinden we Chris Prinsen terug. Hij heeft een kleine voorsprong van iets meer dan 2 seconden op Lefevre. 80 links, 24 over top. Beetje couperen, ja. Wordt 50 rechts 28, beetje couperen water. Is links 24, ja. Is rechts 28. 120 rechts 10 over top. Echt water. Ja, water. Is links 24 even lang. Maar Prinsen heeft problemen met zijn differentieel. De aankomst in Namen maakt hij uitzonderlijk geen tijd voor een babbel en gaat de focus dadelijk naar zijn team om zo snel mogelijk de problemen proberen op te lossen. Begrijpelijk. Problemen, het is het woord in deze wedstrijd. Nu bij Patrick Snijers. Elektronische problemen die ervoor zorgen dat Snijers moet opgeven. Het is zijn vierde opgave dit seizoen. En ook Lefevre en Tjoen, die tweede stonden, moeten de strijd staken. Wat is er gebeurd? Op de eerste proef van de tweede boekel zijn we gestart. En ik denk, een goede 500 meter is ineens het dief kapot gegaan. Dus we hebben de proef nog afgereden, maar we moesten nog 4 proeven doen. Dat was iets te veel. De favorieten sneuvelen met Bosjes in de tweede ronde. Ook het duo Prinsen-Kaspers moet opgeven. Op de KP van Bart Tijbe, de uitkomst om Verhaarders. Ik heb gewoon iets te vroeg aan de koor, met dwars gezet om eruit te schuiven. En er staan twee blokken beton aan de binnenkant. En de eerste zie je goed, maar de tweede staat zo'n beetje verscholen. En ik heb het punt aan de koord verkeerd ingeschat. Ik heb na de eerste blok ingestuurd. En ik heb met rechtervoorwiel op de hoek van een tweede betonblok gegaan en er is iets gebroken in de stuurinrichting. Pech voor Chris Prinsen. Na de tweede ronde is Timothy van Parijs opgeschoven naar de zesde plaats. Vincent Verschuren is bezig aan een goede wedstrijd. Hem vinden we terug op de vijfde plaats. And right 20 a 450, left 0 closer 30 sleepy. En de left 10 à fond, gravel 100, right 15. Freddy Loïcs klimt van 7 naar 4. Loïcs heeft nog 40 seconden achterstand op de leider en blijft aanvallen. Hier komt hij goed weg. 100, links 80 min, diep couperen. Links 80 min, diep couperen. Om 100, rechts 63, diep couperen. Rechts 63, diep couperen. Om links en smal links 23. Het was een groot attack. Op dat moment had ik geen echt andere keuze. Voor bij de R5's te blijven moet ik af en toe wat berekende risico's nemen. Ik moet zeggen, ik ga iets minder snel rijden, iets minder berekende risico's pakken. Maar ik ga toch proberen nog iets op te schuiven in het algemeen klassement. Het verschil tussen Freddy Loïcs en Cédric Chérin, de derde in de stand, is amper 3 seconden. De tweede plaats is ook niet ver. Dat kan nog spannend worden. C'est la bonne surprise parce que le début de rallye n'a pas été simple pour nous. On n'avait pas setup optimal avec la voiture, donc honnêtement être deuxième pour l'instant, je suis quand même très ravi. Loïcs heeft 7 seconden achterstand en Chérin heeft 4 seconden achterstand op de tweede plaats van deze Xavier Busch in zijn Ford Fiesta BRC.
En helemaal bovenaan vinden we Benoît Allard terug. Allard staat na 12 ritten aan de leiding en heeft 32 seconden voorsprong op Xavier Busch. In de laatste ronde van de 5 ritten zijn er geen grote wijzigingen in het klassement. Allard wint 2 ritten, maar kan de kloof ten opzichte van deze Xavier Busch, die nog steeds tweede is, niet vergroten. Want ook Busch wint 2 ritten. Het verschil bedraagt 32 seconden. Loijs is 1 plaats opgeschoven. In de laatste rit van de dag gaat hij voorbij Cherin. Loijs is nu 3e op 41 seconden van de leider. 300, top 25, rechts 100, diep kopiëren over top, opent. Rechts 100, diep kopiëren over top, opent. Om 150, links 120, min kopiëren, opent lang. Cherin is nu 4e en volgt op 4 seconden van Loijs op 45 van leider Allard. Verschuren is uitgeteld voor de zege, maar dankzij de opgaves van enkele kampioenschapsrijders kan hij belangrijke punten scoren. Chicane plus, keep right. 150, left 28 plus. And hairpin right 60 short. 100, left 15 à fond. 18. Timothy van Parijs is 6e en staat stevig aan de leiding bij de GT-wagens. Op zondag worden er nog 10 klassementsritten gereden. De tijdverschillen vooraan zijn niet al te groot en dus kan er nog van alles gebeuren. Na 22 ritten vinden we duo Serdiridis-Miklot terug op de 8e plaats. Timothy van Parijs is buiten beeld van de baan gegaan en heeft moeten opgeven. Daardoor is deze Jean-Pierre van de Wouwer nu de eerste GT. Hij is 7e algemeen. Vincent Verschuren en Stéphane Prévost zijn niet de snelste van het pak, maar ze zijn zeer regelmatig en kennen geen problemen. In de stand zijn ze 5e. Left 25 plus, short 50, T left 30, 150, keep right, chicane plus. Voor plaatsen 4 en 3 blijft het bijzonder spannend. Cherin en Loijs wikkelen voor elke morsel grond. Voorlopig trekt Cherin aan het kortste eind. Hij is 4e. On espérait la pluie, malheureusement. Il est tombé quelques gouttes ici dans les deux dernières spéciales, mais c'était pas assez pour essayer de revenir sur les deux premiers. Bon, maintenant, on avait 3 secondes de retard sur Freddy et je crois qu'on en a 2. Donc, on va dire que la boucle, c'est vraiment très serré. Het verschil is zelfs minder dan 2 seconden. 1/17e seconde om precies te zijn. Links uit 62, kopiëren. Om rechts 92 à fond. Op Cassis links 110 kopiëren à fond. 200, links 150 à fond. Loijs is 3e, eerste R5. Met deze stand pakt de Limburger het maximaal aantal van de punten voor het kampioenschap en wordt hij de nieuwe leider in de tussenstand van het WK. Maar Loijs geeft de strijd om de zege nog niet op. Net als Cherin hoopt ook Loijs op regen. Nog 5 ritten zijn er te rijden. Wat blijft er mogelijk? In deze weersomstandigheden, als het droog blijft, niet veel. Als ik de 3e plaats kan houden, doe ik al een zeer goede zaak. Zeker voor het kampioenschap. En moest het goed beginnen te regenen, dan is er nog van alles mogelijk. Denk je? Ja, ik ben er zeker van. Dan ga je nog op jacht? Op jacht. Ik denk dat ik de eerste tijd zal moeten afwachten als ik aan de finish kom in de regen. En dan ga ik een beslissing maken. Dat belooft. De top 2 die blijft ongewijzigd, maar de WRC spelen geen rol van betekenis voor het kampioenschap. Gelegenheidsrijder Xavier Busch is nog steeds 2e en volgt op 39 seconden van de leider. En dat is nog steeds Benoît Allard in zijn Skoda Fabia WRC. Wij zijn een team van programmeurs. Klein, enthousiast en toegewijd. Wij bouwen web-
en mobiele applicaties. Wij leveren hoge kwaliteit en leveren snel resultaat, zodat u uw concurrentie voor kan blijven. Wij zijn Kenga Coders.